Ik ben Romano en ik heb 2 jaar geleden meegedaan aan Scrooge. Eind van het jaar is Scrooge hier in de Schouwburg. En ik hoop dat ik mag meedoen. Maar wat ik het mooiste vind altijd met de ouderwets theater, dat is voetlicht. Dit is het kantoortje van Scrooge. Het is allemaal heel schetsmatig nog. Deze komt op het affiche. Daar is straks in de Schouwburg met de zichtlijn. 30 september van dit jaar, dan is het 100 jaar geleden dat de stad Schouwburg geopend werd. En dat vieren we het komende theaterseizoen. Hou ons in de gaten. Er zit een soort van rust in, inderdaad een soort klassieke verstilling. En tegelijkertijd, ja, het leeft. Zo de naam, het is iemand schreeuwt. Vanaf oktober is de tentoonstelling Leonardo da Vinci in het Tijdens Museum te zien. Er zijn heel veel originele tekeningen van hem te bekijken. Dat is de allereerste keer dat ze in Nederland te bekijken zijn. En daarna zal het ook niet meer gebeuren, want ze zijn zo zeldzaam en kostbaar dat ze nooit worden uitgeleend. Het is een beetje waterig, maar toch twinkelend, heel statig en majestueus en toch kwetsbaar. Zijn ogen, er is iets zo waterigs en ik denk dat hij blind is. In de 17e eeuw was Frans Hals befaamd en vermaard, net zo beroemd als Vermeer en Rembrandt. In de 18e eeuw werd hij net verketterd omwille van zijn losse schilderstijl. En in 2018 is het precies 150 jaar geleden dat hij werd herontdekt in de 19e eeuw. Door kunstcriticus Thierry Burger en schilders zoals Manet, Courbet en Van Gogh. En daarom hebben wij in 2018 een schitterende, ongekende tentoonstelling van Frans Hals en de moderne. In 2018 bestaat het toneelschuur 50 jaar. Het wordt een feestjaar met waar we iedere maand een item van de programmering gaan uitlichten. En daar komt er randprogramma's omheen, zoals film, theater, eigen producties, jeugdtheater, dansen. En verder gaan we door met de programmering die we hebben. En het gebouw is iedere dag open, 7 dagen in de week, 12 maanden per jaar. Er moet altijd ergens iets zijn wat de zaak ophoudt en wat je aanspoort tot verder na te denken.